Het is u bekend dat op 5 juni in ons land de Hindoestaanse immigratie wordt herdacht. En het is ook bekend dat in Nikeri dit jaarlijks onder alle omstandigheden door de vereniging Shanti herdacht wordt. Maar ik kan u aangeven dat dit jaar de bedoeling is om met meerdere organisaties activiteiten te ontplooien. Ik kan u aangeven dat er een werkgroep is geformeerd onder leiding van meneer Gautam Dwarka en dat Hindi Parishad Nikeri ook meedoet. Dat betekent dat we meerdere activiteiten gaan hebben. En er is gepland om op zaterdagavond 4 juni alvast activiteiten te hebben in het CCN. Daar zal er een show worden opgevoerd met nog een heleboel activiteiten en een heleboel verrassingen. Ik wil benadrukken dat de activiteit van zaterdagavond in CCN dat geheel gratis is en dat iedereen daar aanwezig mag zijn. En we rekenen op een massale deelname. De activiteiten beginnen om 7 uur 's avonds. Houdt u daarmee rekening. Maar belangrijk is de activiteiten van zondag 5 juni. U weet dat 5 juni, zoals ik eerder zei, de immigratiedag is, of daar op die dag wordt de immigratie herdacht. En er is gepland om te verzamelen bij het monument van Lalaroek, 's morgens, zondagmorgen 5 juni om 10 uur willen we daar met activiteiten beginnen. Natuurlijk zullen er speeches gehouden worden. En er zullen bloemstukken worden gelegd bij het monument van Lalaroek. Maar dan is het nog niet afgelopen, omdat er daarna een optocht gehouden zal worden. En dan zal er gelopen worden naar het monument van Javaanse immigratie, waar we ook de nodige activiteiten zullen hebben met speeches en het leggen van bloemstukken. En daarna wordt er gelopen naar het 1 juli monument, dat is naast Rani, waar we ook diezelfde activiteiten zullen hebben. Na die activiteiten zal er weer gelopen worden naar het monument van Lalaroek, waar we dus nog veel meer activiteiten zullen hebben, waarbij majorette groepen zullen optreden, waar er demonstraties zullen worden gegeven. En het is de bedoeling om daarna te verzamelen op de school van meneer Badlou. IMEO en u weet dat daar kweekschool ook ondergebracht is. En daar zullen we dan ook culturele activiteiten hebben, zang, dansnummers, DJ zal er zijn. En we zullen daar tot 1 uur activiteiten hebben, tot 1 uur 's middags. We hopen dat iedereen aandacht hieraan zal schenken en we hopen dat er massaal hieraan deelgenomen zal worden. U moet in elk geval weten dat alles geheel gratis is en dat het de bedoeling is om wat Hindoestaanse immigratie betreft nu en de jaren die nu hierna volgen, om dat op een grootser manier te herdenken. En ik ben blij dat er meerdere organisaties zijn opgestaan en bereid zijn om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Dat wordt door ons goedgekeurd en we hopen dat het zal lukken om volgend jaar en de jaren erop ook met die organisaties en andere organisaties deze activiteiten te ontplooien.